Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie de Limited Editie Wild Escape van Catrice uittesten. Deze collectie ligt op dit moment in de winkel en toen ik het persbericht binnenkreeg was ik gelijk heel erg enthousiast toen ik de producten zag. Dus ik ga in deze video de producten met jullie uittesten. En ik zal ook wat meer informatie geven over deze limited editie. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik ga beginnen met wat meer informatie over deze collectie te geven. Want wat zegt Catrice zelf over deze collectie? Deze collectie die zou je naar een wildernis vol exotische bloemen meenemen. De producten zouden levendige kleuren hebben en glinsterende goud- en nootinten. Ja, er zitten gewoon eigenlijk dus producten in die je eigenlijk een hele zomerlook zouden kunnen geven. Het zijn ook wel echt seizoenskleuren die de producten van deze collectie hebben. Dus dat is eigenlijk wat Catrice zelf over vertelt. Ik zal de prijzen van de producten even in beeld neerzetten, zodat je ook weet wat iets kost. Ik ga beginnen met het oogschaduwpaletten uit de collectie. En dat is deze. Hij ziet er echt prachtig uit. Hij was in het echt ook groter dan dat ik had verwacht, want ik had hem alleen op een plaatje gezien. En toen dacht ik, hé, hij is groter dan verwacht. Het palet heeft de naam C01 Live in Paradise gekregen. En Catrice zegt over dit palet dat het 7 unieke kleuren biedt in harmonieuze trendkleuren. Er zitten nude en goudtinten in, intense terracotta, blauw en groen tinten. En er zitten de kleuren hebben zowel matte als glanzende finishes. Dus dat is altijd heel mooi. Nou ja, de bovenkant is gewoon prachtig, ook met die palmbladeren. Die zit er een soort van opgedrukt. Dat vind ik zelf heel mooi om te zien. En dan ga ik eventjes het palet laten zien. Er zit een spiegel in, wat ik altijd heel fijn vind. En dit zijn dan de kleuren. Ik vind het zelf hele mooie kleuren. Het moet je ding zijn, dat zeg ik er altijd bij. Want niet iedereen vindt dit mooi. Maar goed, dat is altijd heel verschillend. Ik heb even een paar kleuren geswatcht. Dus dit is de pigmentatie van het paletten, wat er op zich wel heel erg mooi uitziet, moet ik zelf zeggen. Ik ben wel heel erg benieuwd ook hoe de pigmentatie op de ogen gaat zijn. Dan hebben ze twee liquid blushes. Die zien er zo uit. Ze zijn er dus in twee tinten. En ze hebben de namen 01 Rose Adventure gekregen. Dat is deze. En de 02 Untouched Wilderness. En dat is deze. Catrice zegt zelf over deze liquid blushes dat ze makkelijk en hygiënisch kunnen worden gedoseerd. Omdat ze dus een pomp dispenser hebben. De textuur is dus vloeibaar en zou een opbouwbare dekking geven. En ook makkelijk aan te brengen zijn en te blenden. Je zou er een natuurlijke zomerse glow van krijgen. De kleuren zijn dus roze, goud of nude. Nou, dit is dus dat pompje wat wel heel handig is. Ik zal ze even swatchen. Ik breng niet te veel aan, want ze zijn denk ik best wel intens. Dit is een van de kleuren. Dit is de 02 Untouched Wilderness dus. Ik zit er gelijk helemaal onder, maar dat maakt niet uit. Ik veeg het gewoon even af en dan zal ik ook even die andere swatchen. Die is wel wat intenser als je het mij vraagt. Want kijk, dat is deze kleur. Die is best wel intens roze. Intens roze moet ik zeggen. Maar goed, ik ben heel erg benieuwd straks op het gezicht. Het volgende product, dat zijn Shine Lipstick pennen. Ze zijn er in drie kleuren. En dat zijn deze pennen. Ze zien er prachtig uit. Ze hebben de namen C01 Into the Wild gekregen. Dat is deze. Ik zal de kleuren zo even van dichtbij laten zien met zwartje ook. Dan hebben we de C02 Pearly Savage. Als ik het goed uitspreek. Het is deze. En dan hebben we de C03 No Dessert. En dat is deze. Catrice zegt zelf over deze pennen
dat ze verrijkt zijn met voedende ingrediënten en ultralicht zullen aanvoelen op de lippen. Ze hebben intense kleuren in rood, bordeaux en magenta. En ze hebben een glossy finish die de lippen voller doet lijken. Ik zal ze even van dichtbij laten zien. Ze hebben een ronde afloop. Dus daarmee kun je hem aanbrengen. Ik zal ze eventjes aanbrengen. Of swatchen op volgorde van naam, zeg maar. Kijk, heel mooi. En deze, je kunt ze trouwens aan de onderkant omhoog draaien. Maar je kunt ze niet meer zo makkelijk naar beneden draaien. Dat is een beetje lastig. En dan zijn dit de kleuren. 1, 2 en 3. Dus heel erg mooi ook. Ik haal gelijk even de zwartjes weg, jongens. Want anders zit je er zo onder. Het volgende product is de Glowy Bronzer en Highlighter. En dat is deze. En deze heeft ook een prachtige verpakking gekregen. Wat nu een beetje lastig is, want je ziet nu heel erg de shine van de camera erin. Deze heeft de naam C01 Wild Side gekregen. Catrice zegt over dit paletten dat je een stralende zongekuste huid zou creëren. De bronzer in het paletten is mat en de highlighter uiteraard glanzend. De textuur zou zacht zijn en kan individueel of gebruikt worden of gewoon samen geblend, zeg maar. Dus dat is wel heel mooi. En ook hier zit weer een spiegeltje in en dan zijn dit de twee producten. Ik ben erg nieuwsgierig, jongens. Dat moet ik wel zeggen. En hij is intens, die highlighter. Dit is al die bronzer, maar die highlighter is wel goed intens. Het is wel echt goud, dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat er op de huid uitziet. Want dat moet wel bij je passen, ben ik altijd van mening. Het laatste product wat in de collectie zit, dat is de Glam & Doll Volume Mini Mascara. En dat is dit kleine mascaraatje die we ook wel kennen uit het standaard assortiment, maar nu dus in een limited editie. Catrice zegt over deze mascara dat hij een diep zwarte textuur heeft en dikke, volumieuze en lange wimpers zou creëren. En dat is ook eigenlijk echt wat hij zegt. Het is natuurlijk gewoon een mini verpakking wat weer handig is om mee te nemen op reis. Hij heeft wel een borsteltje waar ik zelf niet heel blij van word, maar we gaan het wel zien. Misschien doet hij het wel heel erg goed. Dat waren de producten. Ik ga eventjes een haarbandje in doen en dan gaan we gewoon maar eens even de producten uittesten. Dat lijkt me handig. Oké, jullie zijn ingezoomd. De haarband is in, dus het haar is verder vrij. Dus we gaan beginnen met het brons- en highlight-paletten. Normaal gesproken doe ik highlight als laatst, maar ik vind het nu gewoon handig om het in één keer te doen. Ik zal het spiegeltje gebruiken wat ook in het paletje zit. Dus mocht je denken, je kijkt naar beneden, kijk ik even in het spiegeltje. Ik heb mijn kwastjes verzameld, dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga beginnen met de bronzer. Ik moet zeggen dat ik die wel meteen al op zie komen. Het is niet een hele intense kleur, maar je kunt hem dus opbouwen, want het is net wat je zelf mooi vindt. Kijk, ik vind zelf een donkerdere bronzer altijd wel heel mooi. Maar ik zeg er altijd bij, dit moet je ding zijn. Dus ik breng zelf nu wel wat meer laagjes aan, maar ik ga dit natuurlijk blenden. Dus als je denkt, goh, wat heb je nou strepen zitten? Komt helemaal goed met blenden straks. Dan gaan we naar de andere kant. Ik ben eigenlijk benieuwd of jullie deze collectie ook al hebben gespot. Of dat je hem misschien ook al wel hebt gekocht. Of dat het een collectie was waarvan je bij voorbaat al dacht, nou, die ga ik absoluut overslaan. Dat kan natuurlijk ook. Zo, doe ik een beetje op mijn voorhoofd. Doe ik altijd een beetje langs de haarrand, zo. Dat doe ik nooit zo heel veel hoor. Maar het is gewoon meer even dat je een beetje vorm creëert in het gezicht. Dat is ook voor iedereen weer heel persoonlijk. En een beetje op de onderrand van mijn kin. En dan zit dat erop. Dat gaan we gelijk ook eventjes blenden. Want anders hebben we natuurlijk heel erg strepen. Dat doe ik altijd lekker met een grote kwast blenden. Vind ik altijd fijn.
En vooral op mijn gezicht komt het natuurlijk heel precies, omdat ik daar echt die harde lijnen eraf wil hebben. Ik moet zeggen, hij blendt wel mooi. En je ziet hem ook nog wel heel erg mooi. Dus dat vind ik wel fijn, dat je hem wel blijft zien. Want sommige producten, die zie je dan niet meer. Dat vind ik altijd best wel een beetje jammer, zeg maar. Als ze heel erg wegvagen. Maar dat doet deze absoluut niet. En dan zit de bronzer erop. En ik vind hem zelf heel erg mooi. Nou, gaan we gelijk door naar de highlighter. Dat vind ik nogal spannend, want die vond ik best wel intens. Dus, ik breng hem gewoon aan. Oké. Oeh! Oh, ik moet zo echt even een ander kwastje pakken, jongens, erbij. Want dit is wel echt heel intens. Dit vind ik net intens zat, zeg maar. Ik vind hem eigenlijk best wel heel erg geel. Ik hoop dat het zo goed komt met blenden. Ik doe een heel klein beetje hier. Maar ik vind hem heel pittig. Ik ga eventjes een ander blend, schoon blendkwastje erbij pakken, zodat we hem even kunnen blenden. Want ik vind dit toch wel heel erg intens, jongens. Schoon kwastje. Ik hoop dat ik het een beetje wegkrijg, want net zoals ik zeg, ik vind het echt heel pittig. Maar nu ik hem wat blend, wordt hij natuurlijker en dat vind ik mooi. Maar de eerste stap dacht ik wel echt van, oeh. Met blenden wordt hij gelukkig natuurlijker. Het is een makkelijk blendbaar product. Dat is heel fijn. Ja, een stuk beter zo. Nou die neus even. Oh, dit is stop. Hier ook eventjes. Ja, zo vind ik hem dus heel mooi. Je ziet hem gewoon nog wel, maar het echt gele is eraf. En dat vind ik wel echt heel fijn, want ik vond het echt heel erg intens. Dus dat vind ik zelf wel heel erg mooi, dat hij nu gewoon er een stuk natuurlijker uitziet, vind ik. Dus fijn dat hij zo goed te blenden was. Dan gaan we nu de blush aanbrengen. En ik ga voor de echt roze kleur en niet voor de nul tint. Dus ik ben benieuwd. Ik breng een beetje aan op mijn hand. Gewoon een klein dropje, zeg maar. Druppeltje, dropje, hoe je het noemen wil. Ik pak een kwastje en daarmee ga ik hem aanbrengen. Ik zal weer even dat spiegeltje erbij pakken. Zo, ik neem wat op. Hij is heel intens gelijk. Het valt me direct op. Ik stippel dat een klein beetje zo erop. Dan zie ik meteen dat hij heel intens is. Dus eigenlijk heb ik al wel een beetje te veel. Ik zal hem even verdelen op de andere kant. En dan gaan we even proberen of we hem kunnen blenden. Maar ik verwacht zo dat ik weer een schoon kwastje erbij moet hebben. Want ik ben bang dat ik hem niet meer met dit kwastje uitgeblend krijg. We gaan het gewoon eventjes proberen. Ik pak gewoon een beetje van de zijkant. Misschien dat het daar nog wel mee lukt. Nee, dat is niet zo heel handig. Ik ga het wel even met mijn vingers doen. Zo. Dat werkt ook wel goed, zie ik nu. Ja. Wel mooi, hij blijft wel intens. Dus je zult wel echt een beetje, het blenden moet je wel echt goed gebruiken. Want anders vind ik hem wel heel roze. Ik krijg hem nu niet beter als dit. Maar op zich vind ik het er niet heel verkeerd uitzien. Dus voor nu vind ik hem eigenlijk wel prima. Dan gaan we door naar de ooglook. En daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. Ik ga even kijken wat ik wil doen. Ik denk dat ik lekker voor een nude tintje ga. Ik kan natuurlijk altijd later nog ook iets met groen en zo doen. Ik ga beginnen als basis met deze kleur. Die ga ik gewoon als basis aanbrengen op mijn... in mijn arcadeboog.
Wat ik wel een beetje mis, is een beetje een highlight kleurtje hierin. En dat vind ik wel jammer, want ik vind het altijd wel mooi om de binnenkant ook een beetje op te lichten. Van de ogen. Maar dat lukt dus niet echt met dit paletje en dat vind ik wel jammer. Je ziet hem niet heel goed, maar het is voor nu prima. Dan ga ik daar overheen met deze kleur. Deze. Om wat meer diepte te creëren. Die zie je dan wel heel goed. Die ga ik eventjes met elkaar blenden. Ik denk dat ik nu gewoon een keer voor een hele nude look ga. Want de lipstick is natuurlijk ook best wel pittig al. En de rest ziet er ook best wel heftig uit. Dat vind ik mooi. Dan ga ik op de buitenkant van de ooghoek met deze donkerbruine kleur aan de gang. Ik denk dat die wel heftig is. Valt mezelf nog een beetje tegen. Ik vind niet dat die heel erg lekker tot z'n recht komt. Ik moet hem echt een beetje erop stempelen. Ik vind hem niet heel intens. Hij ziet er heel intens uit, maar het valt me gewoon een klein beetje tegen. Nou ja, uiteindelijk zie je hem wel, maar ik had hem intenser verwacht. Laat ik dat voor opstellen. Je moet wel echt heel erg goed stempelen om de kleur erop te krijgen. Nou, ik zal even heel lichte, hardere lijnen eruit blenden, maar niet te hard, want dan denk ik dat je er niet heel veel meer van ziet. Nou, het is niet verkeerd, maar ik had hem intenser verwacht. Laat ik dat voor opstellen. Dan ga ik op het bewegende ooglid met dit kleurtje lichten, om hem echt in een nude tint te houden. Ja, die vind ik dan wel heel mooi eruit zien. Nou, ik ga nu van mezelf eventjes nog een highlightje toevoegen op het wenkbrauwbot en de binnenkant van mijn ooglook. Maar zo ziet de look er dan uit. Ik zal hem even afmaken met een oogpotlood en een eyeliner. En dan kunnen we eventjes de mascara gaan proberen. Zo, de eyeliner en het oogpotlood zitten erop en ik heb ook even wat highlight aangebracht. En dan gaan we nu het mascaraatje uittesten. Ik ben wel heel erg benieuwd. Ik weet niet of ik er hele hoge verwachtingen van heb, maar we gaan het gewoon zien. Ik heb mijn wimpers even gekruld. Dus we gaan hem gewoon aanbrengen. Ik heb de deze heel slecht oppakt. Ik vind niet dat er lekker veel uitkomt. Het voelt ook niet fijn aan dit borsteltje. Dus ik ga er ook echt niet te lang mee overheen, want het bevalt wel bij meter.
Nou, het zit erop, maar dit ging niet heel soepel. Het voelde niet heel prettig aan. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, als ik nu naar mijn wimpers kijk, ze zijn zwart, maar er zit geen volume in of wat dan ook. Maar ja, ik vind het voor nu ook wel even prima, want wat ik al zeg, het voelt niet heel lekker aan. Het is, ze zijn zwart en dat is het ook. Dus nou ja, goed, daar moeten we het maar bij houden dan. Dan gaan we nu de lipstick aanbrengen en ik ga voor de Bordeaux kleur. Dus ik ben benieuwd. Die ga ik gewoon eventjes aanbrengen zo. Glijdt er makkelijk overheen, moet ik zeggen. Voelt lekker aan meteen. Ik zie ook inderdaad een mooie glans. Dus ja, ziet er mooi uit. Ik denk wel dat hij onwijs gaat afgeven. Maar goed, dat ga ik de komende momenten proberen met drinken en zo. Maar ik vind hem er voor nu wel heel mooi uitzien. Nou, wat vind ik nou van deze collectie? Ik begin gewoon even met het bronzer en highlight paletten. Ik vind hem mooi. De bronzer vond ik gelijk heel mooi. De highlighter schrok ik heel erg van. Maar toen ik zag dat je hem heel goed kon blenden, dacht ik van dit is goed, dit is prima. Dus daar ben ik echt wel enthousiast over. Ik blijf erbij, de highlighter moet een kleur zijn waar je van houdt. Als je echt meer van koelere tinten houdt, is deze highlighter echt geen tint die bij je past. Want hij is heel intens. De blushes zijn erg intens. Uiteindelijk zijn ze gelukkig wel mooi te blenden. Dus het resultaat ziet er mooi uit. Maar ik vond het best wel even schrikken toen ik hem aanbracht. En je moet hier echt heel weinig van gebruiken. Want ze zijn echt heel intens. Het oogschaduwpaletten. Ja, ik heb er nu pas één look mee gemaakt. Ik vind het een mooie nude look geworden. Laat ik dat voorop stellen. Maar waar ik heel veel pigmentatie had verwacht, viel me dat bij vooral die donkere kleur best wel tegen. Ik vond daarom ook best wel lastig aan te brengen. En het moeten ook weer kleuren zijn die bij je past. Dus ik vind het lastig om nu al een definitief oordeel te geven over dit palet, omdat ik pas één look mee heb gemaakt. Net wat ik zeg, ik vind het een mooie look geworden, maar ik vind niet dat alle kleuren even intens zijn die ik nu heb geprobeerd. Dus dat vind ik een beetje dubbel. Nou, de mascara vind ik dus een dikke flop. Het borsteltje doet pijn. Ik zie ook niet echt volume terugkomen op mijn wimpers. Ze zijn zwart en dat is het ook. Die vind ik niet echt geslaagd eigenlijk. En de lipstickpennen, ik vind ze er voor nu heel mooi uitzien. Althans, de kleur die ik draag vind ik er heel mooi uitzien. Mooie glans. Ik voel ook echt wel dat die verzorgt. Ik denk alleen wel dat je de kleuren snel kwijt bent, omdat ze best wel intens zijn. Dus ik verwacht wel dat je ze de loop van de dag, als je veel eet of drinkt, echt moet aanvullen. En ik ben bang dat ze misschien nog wel eens boven of onder de lippen kunnen gaan zitten. Dus dat vind ik een lastig dingetje, maar ik vind hem wel heel erg mooi. Dan waren dit de producten uit deze collectie. Ja, ik ben uiteindelijk wel tevreden hoor met de look die ik ervan heb gemaakt. Ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Of je naar aanleiding van deze video denkt, ik zou er producten van willen kopen als je dat nog niet hebt gedaan. Of dat je denkt, nou echt niet. Dat kan natuurlijk ook. Vind ik zeker leuk als je dat wil laten weten in de comments. Nou ja, ik hoop in ieder geval dat je een idee hebt gekregen van deze collectie. En ik hoop ook dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje, als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online staat. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!